nooit meekrijgen is het verhaal achter een trendcollectie of achter deze e-learnings. Want dat schudden we niet zomaar uit de mouw. We gaan aan de slag van moodboards. Gaan we eerst kijken van wat is de trend voor het komende seizoen. Welke kleuren gaan we zien? Welke modellen gaan we zien? Nou, daar gaan we er allemaal moodboards voor maken. Dat zien jullie ook hier. En vandaag in deel 1 gaan we het lange haar gaan we namelijk behandelen. En wat zien we als kleurtrend voor het lange haar? Kijk, dat zie je hier ook. Het zijn vooral de warme honing goudblonde tinten komen terug. Wil dat zeggen dat de koele tinten verdwijnen? Nee, maar de goudtinten zijn echt in opmars. Nou, dan gaan we dus kijken van oké, welke kleurcombinatie is mooi? Welke kleurtechniek past daar goed bij? Welke kniptechniek gaan we zien voor het lange haar? En dat gaan we dan combineren. Nou, tijdens de fotoshoot hebben we een model gevonden met natuurhaar. Daar zijn we een foliage techniek in gaan zetten die jullie ook zo dadelijk in de e-learning gaan zien. En dan de combinatie van het knippen en het kleuren geeft dus echt de trend weer voor het komende seizoen. Lang haar met ronde lagen aan de zijkant, meer toenemende lagen aan de voorkant, zodat we wat volume houden voorin. Mooie gouden highlights aan de aanzet met een mooie goudkleurige balayage in de lengtepunten. Nou, vanuit daar, wat we dan gaan doen, en dat zien jullie hier, zijn vaktechnische tekeningen maken. Dus dat we echt gaan nadenken over die kniplijnen, over de kleurtechnieken, hoe dat we die gaan plaatsen. Die werken we dan helemaal uit voordat dan überhaupt de fotoshoot begint. Nou, de techniek die ik hier heb staan, die behandel ik dus stap voor stap in mijn e-learning traject. En dan kunnen jullie zelf thuis meetrainen. Maar we hebben ook een studioprogramma. Ik heb heel veel vragen gekregen. Natas, kan ik een training bij je volgen? Hoe kom ik bij jou terecht om een training te volgen? Nou, als je kijkt op de site www.kishaircare.nl en je gaat naar het studioprogramma, dan zal je een aantal data zien staan waarin ik dan de training ga geven in de studio. Het zijn dezelfde trainingen als de e-learning die jullie laat zien, maar dan krijg je persoonlijk begeleiding van mij. Maar voor nu, geniet van de e-learning en ga lekker aan de slag. We beginnen met het lang haar knippen en een aantal dingen zijn belangrijk voordat we beginnen met knippen. Dat geldt voor de dollet, maar dat geldt ook zeer zeker voor de klant bij je in de salon. Een aantal attributen heb je nodig. En ik heb al vaak de vraag gekregen, Natasja, met welke merk schaarwerk je? Wat voor klemmetjes heb je? Dus ik neem het even met jullie door. Kijk, jullie zien hier een hoop met scharen. En dat is niet alleen maar om indruk op jullie te maken. Ik gebruik ze ook werkelijk allemaal. Niet elke keer in elke coup. Maar voor deze ga ik met een 6,5 inch schaar werken. Dat is van het merk Sakura. Die vind ik heel prettig. Misschien ben jij een andere schaar prettig. Maar deze vind ik dus heel prettig. Ik heb de klemmen van Icepark. Dit zijn echt stevige klemmen die het haar goed op zijn plek houden. Dan, mijn knipkam is ook van Icepark. En jullie zien hier dat er één tandje wat korter is. Dat is bewust, hij is niet stuk, zodat ik ook wel eens, heb ik ook wel eens een keer commentaar op gehad. Maar hierdoor kan ik makkelijker mijn scheidingen trekken, want ik werk altijd met scheidingen voordat ik ga knippen. Nou, dan vervolgens een waterspuitje. Hij is al gewassen, doe ik met de klant ook, want ik werk het liefste op vochtig haar. Maar daarin ga ik de Kerashield Leaf in doen. Dat is gewoon een lotion die zorgt ervoor dat het haar gehydrateerd is, dat ik het lekker kan knippen en terwijl ik dat ik aan het knippen ben, dat het ook al een klein beetje in model lekker gaat zitten. Dus hiervan ga ik een echtje, oh, ik moet hem eerst openmaken, daar zit nog een cellofaantje voor. Dus die haal ik er even af. En daar. En dan neem ik zomaar een klein echtje, misschien van je eigen merk heb je ook zo'n soort lotion of iets dergelijks. Kijk, dus een heel klein beetje neem ik in de handen. Die haal ik door het haar. Ik heb het al gewassen met de shampoo en met de conditioner dat het goed gehydrateerd is. Maar ik wil mijn kniplijn er zo snel mogelijk in zitten. In de salon heb ik namelijk maar een half uur. En in het half uur wil ik alles gedaan hebben. Nou, wanneer ik dat erin heb gedaan, is het dus de tijd om het haar af te gaan delen. Wat ga ik knippen? Aan de achterkant komen de ronde lagen komen erin. Maar aan de voorzijde komen de toenemende lagen. En dat doe ik heel bewust.
Doordat ik aan de achterkant ronde lagen ga creëren, creëer ik heel veel beweging. Maar ik wil geen dun achterkantje krijgen, dus dat zien jullie zelf ook. Maar naar voren toe worden de toenemende lagen, nou, die worden dan wat langer en daardoor behoud ik wat meer volume. Ik kan prima doorgaan in mijn ronde lagen, maar dan wordt het aan de voorkant dunner. En nou, voor deze look is het gewoon mooi dat we aan de voorzijde echt wel een maximale volume aan de voorkant overhouden. Nou, dan begin ik eerst met mijn eerste scheiding. En zo dadelijk zeg ik wel, als ik al mijn afdelingen erin heb zitten, dan zeg ik ook weer tegen jullie van vanaf nu gaan jullie hem erin maken. Maar kijk eerst even naar de scheidingen die ik erin maak. Ik begin eerst met de middenscheiding bovenop. Nou, het referentiepunt voor mij is nu de neus. Maar in de salon heb je de spiegel voor je neus, dat je heel makkelijk kan zien hoe dat je je scheiding trekt. Dan vanuit daar, vanuit het hoogste punt van het hoofd. En ik laat nu mijn kammetje, laat ik zo vallen op het hoofd. Even kijken of ik het goed in beeld heb, daar. En dan vanuit daar kan ik heel makkelijk een rechte lijn naar beneden projecteren. En dan zie je dat hij net een beetje zo evenredig is achter het oor. Nou, dit gedeelte, dat zet ik dan vast. Daar. Ik klip mijn clip omhoog op deze manier. Dan blijft het haar erin hangen. En aan de andere zijde doe ik exact hetzelfde. Kijk, ik heb nu mijn referentiepunt waar ik mijn scheiding moet beginnen van de andere kant. Ik doe exact hetzelfde. Ik ga recht naar beneden. Ik moet wel de goede kant van mijn kam pakken. Op deze manier. En die zet ik dan ook weer vast, net zoals aan de andere kant. Met mijn clipje omhoog. Daar. Dan heb ik de voorzijde heb ik al afgedeeld. Nou, ik gaf al aan dat ik hier aan de bovenkant wil ik een ronde gelaagdheid projecteren. Maar ik begin eerst aan de onderzijde met mijn lengte te bepalen. Ik wil een zachte gelaagdheid hebben. Dus normaal, als jullie andere filmpjes van mij gezien hebben, dan neem ik een lijn op het achterhoofdsbeentje. Maar daar ga ik dus nu 2 centimeter ga ik daar boven zitten. Dus hier zou normaal het achterhoofdsbeentje zijn. Als ik mijn kam er tegenaan zet, daar waar het hier me raakt, daar zit het achterhoofdsbeentje. Maar ik ga daar net een paar centimeter boven zitten. En dan laat ik hem diagonaal zacht naar beneden lopen. Kijk, dus dan krijg je hier een diagonale lijn. Dan dit gedeelte, dat zet ik ook vast. Ik draai hem even op. Want zo dadelijk maak ik er 1 van. En aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Nou, ik heb dus hier nu mijn referentiepunt. En dan laat ik hem ook zacht diagonaal naar beneden weglopen. Check ik even of ik aan beide kanten gelijk ben. Ja. Dit laat ik naar beneden vallen. En dan van dit maak ik 1 geheel. Eventjes draaien. Zo. Dus van deze 2 maak ik er 1. Die zet ik dan vast. En dan beginnen we aan de onderzijde met knippen. Want dan gaan we eerst de lengte bepalen. Nou, ik werk op een dolhead van 35-40 centimeter. Maar deze lijn kan je ook prima bij je klanten erin knippen die echt lange haar hebben. Zo. Die zet ik vast. Daar. Dit is dus de afdeling waar we mee gaan werken. Ik laat hem nog een keer goed zien. Oh, kijk, hij moet wel blijven hangen. Daar. We beginnen dus met de middenscheiding. Vanuit daar gaan we naar het hoogste punt van het hoofd. Rechte scheiding naar beneden. Aan de andere kant doen we hetzelfde. Dan gaan we 2 centimeter boven het achterhoofdbeentje gaan we zitten. En dan doen we aan beide kanten een diagonale lijn. Dit is nu het stopteken. Ik was boven in de camera aan het praten, maar ik moet natuurlijk daarin praten. Nu gaan jullie eerst de afdeling erin maken en dan gaan we daarna gezamenlijk gaan beknippen. Als we dan allemaal de scheidingen erin hebben gezeten, gaan we vanuit dit punt gaan we knippen. Nou, wat belangrijk is dat we op ooghoogte gaan knippen. Als de klant in de stoel zit, dan zet je de stoel zo hoog mogelijk en zelf ga je zitten op een krukje. Nou, we werken nu met een dolhead. Dus de dolhead gaat zo hoog mogelijk op de standaard en dan kan ik licht door mijn knieën gaan buigen.
Stel je voor, je klant heeft nu heel dik haar. Kijk, de dolheid is wat dunner bezaaid. Kan dit in één keer, kan ik dit knippen. Maar stel je nu voor dat je klant heel dik haar heeft, dan zou je nog een extra scheiding erin kunnen maken. Want je moet wel het haar goed kunnen controleren. Nou, deze kan ik dus in één keer knippen. Wacht even hoor, want dit stokje van mijn standaard zit in de weg, dus die moet ik even wegdoen. Nou, dan ga je dus met de klant ga je, je lengte bepalen, want vanuit hier wordt daarna ook je lagen bepaald. We gaan dit knippen met de kamcontroletechniek. Dat doe ik bewust, zodat ik niet te veel spanning op het haar heb. Kijk, als ik de klant naar beneden laat kijken en ik ga heel hard aan het haar trekken, dan kan het zijn dat je lijn niet meer mooi recht is. Dus de positie van het hoofd is rechtop. En dan met de kamcontroletechniek gaan we de buitenzijde gaan we knippen. Nou, wat gaan we doen? De kam gaat erin. En zodra ik in de nekpartij ben gekomen waar geen haar meer groeit, dan gaat mijn schaar erachter en eronder. Want op die manier kan ik het haar naar beneden transporteren. Nou, de dolheads, dat kan je zien, de laatste 10 centimeter, die zijn echt dun bezaaid, dus die knip ik er ook mooi af. Bij je klant zou je bijvoorbeeld daar zitten met je kniplijn, prima, dan laat je hem gewoon langer. Maar het gaat er nu om dat we de techniek met z'n allen gewoon goed beheersen. Vervolgens wil ik met een ronde lijn gaan werken, dus ik blijf niet erachter staan, ik loop mee. Daar waar ik sta, daar knip ik ook. Dus ik sta ervoor, hetzelfde, mijn kam gaat erin. Wanneer ik in de neklijn ben aangekomen, gaat mijn schade achter en eronder en ik projecteer hem naar beneden. En zonder spanning maak ik de lijn recht. Nou, aan de andere zijde doe ik exact hetzelfde. Ik zorg ook weer dat mijn lichaam er mooi voor staat. Dus dan gaan we hetzelfde. Projecteert hem naar beneden. Daar is mijn gids. Mijn kam is recht. Mijn ogen zijn op de eerste ooghoogte. Dus dan op deze manier heb ik de eerste lijn heb ik erin zitten. Nou, als je dat dan geknipt hebt, dan gaan we naar het tweede gedeelte. Ik denk dat dit voor iedereen wel heel erg duidelijk is, dat ik echt wel gelijk door kan gaan met de bovenkant, voordat ik tegen jullie zeg van, nou, zet hem maar op stop en knip hem zelf maar. Dus, we gaan naar beneden. Want nu komt de gelaagdheid. Wat we gaan doen, is we gaan dit haar hieronder gaan we gebruiken als gidslijn. Ik haal deze los. De afdeling hierboven. En vanuit daar maak ik een scheiding in het midden. Want dat wordt mijn eerste gidslijn voor mijn gelaagdheid. Deze kan ik eventjes opzij. Nou, als je wil kan je die nog eventjes vastzetten. Deze kan ik ook los eroverheen, want dan kan ik mooi mijn scheidingen pakken. Daar. Deze projecteer ik naar boven. En ik gaf al aan, we gaan dit haar hieronder gebruiken als gidslijn. Mijn vingers gaan in een hoek van 45 graden. Dus ik pak een plukje mee van de gidslijn daaronder. Projecteer ik hem omhoog tot ik aan het uiteinde ben. Daar, mijn vingers zijn in een hoek van 45 graden. En dan met een inkniptechniek knip ik de lengtes af. Daar. Nu kan je dus ook zien, stel je voor dat ik was begonnen met een afdeling op het achterhoofdbeentje, dan had de gelaagdheid hier korter geweest. En dat wil ik niet, want ik wil een hele zachte, ronde gelaagdheid wil ik erin creëren. Dan ga ik naar de volgende en ik neem kleine taartpuntjes neem ik op. Ik neem een stukje mee van mijn vorige passé. Dat wordt mijn gidslijn. Daaronder neem ik een stukje mee. Daar sluit ik hem op aan. Ik zorg dat de passé loodrecht uit de hoofd uitkomt. Daar heb ik een gids en daar heb ik een gids. En daar sluit ik hem mooi op aan. Mijn vingers blijven in die hoek van 45 graden. En dan ga ik mooi met de ronding van het hoofd ga ik mee tot ik aan die gidslijn ben gekomen. Dus mijn volgende passé, de vorige, die neem ik een stukje mee. Ik zorg dat daar waar ik aan het knippen ben, de passé loodrecht uit de hoofd uitkomt. Ik projecteer hem omhoog. Daar is mijn gidslijn.
En daar sluit ik hem weer met die zachte inkniptechniek, sluit ik hem op aan. Waarom gebruik ik een inkniptechniek? Zodat alles heel mooi zacht in elkaar overloopt. Nou, laatste passé. Dus ik neem weer een stukje mee van mijn vorige. Ik projecteer hem. Ik zal hem eventjes draaien, dat jullie het goed in beeld hebben. Daar. Daar is mijn gids, daar is mijn gids. En daar sluit ik hem mooi op aan. Zo. Nou, dit is voor jullie het punt om hem op stop te zetten. Ik wil dat jullie eerst de onderkant nu gaan knippen en dat jullie eerst één kant van het model in die hoek van 45 graden met de ronding van het hoofd meeknippen voordat we doorgaan naar de andere kant. We hebben dus nu de rechterkant hebben we gedaan. We gaan nu door naar de linkerkant. In principe blijft alles hetzelfde als aan de andere kant. Maar let er wel op dat je altijd van onder naar boven gaat knippen. Dus dat je schaar van onder naar boven geprojecteerd wordt. Dat is altijd beter voor je lichaamshouding dan van boven naar beneden. Maar we gaan in principe hetzelfde door. Dus we pakken een stukje van de vorige gidslijn. Die neem ik mee. Ik zorg daar waar ik aan het knippen ben, dus hier ben ik aan het knippen, dat het haar loodrecht uit de hoofd uitkomt en dat ik mooi met de ronding van het hoofd meeloop. Dus ik zal hem nog eventjes zo in beeld brengen. Daar, ik neem een stukje mee van de gidslijn net onder mijn passé. Ik heb mijn vorige passé erbij. Kijk, hier zie ik heel mooi mijn gidslijn lopen, mijn vingers blijven in de hoek van 45 graden en ik ga mooi met de ronding van het hoofd mee. Dus ik neem kleine taartpuntjes, neem ik op deze manier. En dan kan je heel mooi die ronde gelaagdheid, kan je aan de achterzijde, kan je daarin knippen. Dus ik zal hem eventjes goed draaien, dat jullie goed de stand van mijn vingers kunnen zien. Kijk, ik ben een rechtshandige kapster. Dus mijn belangrijkste hand is mijn linkerhand. Want met mijn vingers bepaal ik hoe dat de gelaagdheid gaat worden. Mijn rechterhand knip alleen. Mijn linkerhand, de positie van mijn linkerhand, die bepaalt precies hoeveel dat er afgaat. Laatste passé. Sluiten we weer mooi aan. Kijk. En wat ik dan creëer, is gewoon heel mooi met de ronding van het hoofd mee. Een zachte gelaagdheid met een volle onderkant. Dus vanuit hier, camera op stop zetten en de andere kant er mooi op aansluiten. De achterzijde hebben we nu gedaan. Dan beginnen we aan de voorkant. Ik gaf al aan het begin dat ik aan de voorzijde wil ik volume overhouden. Ik zou makkelijk door kunnen gaan in mijn ronde gelaagdheid, dat is echt wel een manier, maar dan haal ik heel veel volume weg aan de zijkant en ik wil echt wel een mooie hoeveelheid aan de voorkant overhouden. Dus ik maak één vlak, maak ik los, dat is het vlak dat zien jullie niet, maar dat is dus aan mijn kant. Ik maak in het midden een scheiding en die projecteer ik rechtstandig omhoog. Dan heb ik mijn gids nodig van daarboven, want ik wil wel dat de koep in zijn geheel aan elkaar aansluit. Dat zien jullie hier ook, hier is mijn gidsje. Nou, dan kunnen jullie twee dingen doen. Je zou je vingers recht kunnen houden, dat je een plateau aan de bovenkant knipt. Of als de klant zo lang mogelijk aan de voorzijde wil hebben, dan zou je ook je linkerhand omhoog kunnen projecteren, dat je een diagonale lijn erin creëert. Nou, ik kies ervoor om een plateau te knippen. Dus daar is mijn gidslijn. Die zie ik nu net boven mijn vingers uitsteken. En dan ook weer met die zachte inkniptechniek sluit ik hem mooi aan. Dus de lijn blijft recht. Bij het model wat ik gedaan heb tijdens de fotoshoot, heb ik er dus wel voor gekozen om de voorzijde langer te houden. Dus toen heb ik mijn vingers wel naar voren geprojecteerd. Maar met de dolhead waar we mee werken, dan zouden de uiteindes te dun zijn. Dus ik kies er nu voor om hem mooi recht af te zetten. Ik ga nu dus werken met een vaste gidslijn. Dus dat wil zeggen dat ik al het haar
naar het midden projecteer. Op het achterhoofd met ronde gelaagdheid heb ik gewerkt met een ruisende gidslijn. Dan creëer je ook een ronde vorm. Maar nu aan de voorzijde werk ik met een vaste gidslijn. Dus ik zal hem eventjes zo draaien. Kijk, ik maak een scheiding. Een horizontale scheiding. Die projecteer ik naar het midden. Nou, dan zie je al, er gaat nu niks meer af. Want elke laag legt een langere afstand tot mijn middellijn. En daarmee creëer ik langere lengtes aan de zijkant. Dus als ik deze er nog even bij kan, dan zien jullie, daar gaat niks meer vanaf. Nou, dan aan de andere zijde doe ik exact hetzelfde. Werk je nu met een diagonale lijn, dan blijft jouw lichaam aan dezelfde kant. Omdat je dan het mooiste van laag naar hoog kan knippen. Maar doordat ik nu kies voor een rechte horizontale lijn bovenop, kan ik dus makkelijk mijn lichaam verplaatsen. Want dan gaat het van laag naar hoog knippen, gaat daar niet meer op. Ga ik aan deze kant. Nou, begin ik ook weer in het midden. Maar dan neem ik ook weer een stukje van mijn vorige passé. Neem ik mee, zodat ik alles mooi op elkaar aansluit. Ik wil namelijk niet met een disconnectie in deze coupe gaan werken. Dus ik neem een stukje mee. Ik projecteer hem rechtstandig omhoog naar mijn vaste gidslijn. En dan kan ik dus heel mooi en duidelijk zie ik hier mijn gidslijn er doorheen piepen. En daar sluit ik hem dus mooi op aan. Stel je voor dat je je gidslijn nou niet ziet, dan is je passé te dik. Ik werk dus nu bovenop met een horizontale lijn. En daar sluit ik hem op aan. Dus elke laag wordt steeds langer. En nog een keertje. Als ik dus werk met die vaste gidslijn, dan blijft de gehele passé blijft in mijn handen. Daar. De lange lengtes die eruit piepen, die knip ik nog weg. Nou, en deze passé kan ik in één keer naar boven kammen. Want ik weet gewoon, er is geen haar meer om weg te halen. Nee, maar deze lagen zijn dan weer net wat korter. Oké, dus nu voor jullie. Zet je camera op stop. Projecteer alles naar je vaste gidslijn in het midden, sluit de linker en de rechter zijkant sluit ze aan aan de bovenkant. Als we dan de bovenkant geknipt hebben, dan moeten we hem nog kloppend maken met de ronde gelaagdheid op het achterhoofd en aan de onderzijde natuurlijk. Nou, dan gaan we eerst naar de onderzijde en dan gaan we weer, we gaan met de rechte lijn werken, dus ik wil die op ooghoogte doen. Ik ga namelijk de doorhead weer zo hoog mogelijk zetten. Ik kam het een beetje in de natuurlijke valling. Stel je voor dat dit nou een klant zou zijn, dan ga ik echt wel door met de kamcontrole techniek. Daar. Dus ik projecteer het naar achteren. Maar zou het de klant zijn, dan tik ik nog een keer dat haar boven het oor om hem net even wat extra lengte mee te geven. Dus met weinig spanning gaan we de lijn erin knippen. Aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Ik hoop allemaal voor jullie dat ik het goed in beeld kan brengen. Ik zal een beetje ernaast gaan staan. Kijk, hier zie je al een beetje die zachte gelaagdheid aan de voorzijde. Daar, dus en een keer, hup, naar beneden. Daar is mijn gids. Daar sluit ik hem mooi op aan. En dan hebben we de onderzijde hebben we helemaal kloppend. Het enige waar we dan nu nog naar moeten kijken, zijn de gelaagdheid in het midden. Dus ik projecteer hem naar beneden. En dit kan ik in één handbeweging kan ik dit doen. Wacht even, nog iets verder naar beneden. Zo. Wat ik doe is heel grof dit haar vastnemen. Dat projecteer ik naar achteren. Kijk, en dan zijn het zomaar net een paar friemelharen die er uitsteken waarmee ik hem aansluit op de achterzijde. Ook hier. Zo. Projecteert hem naar achteren. De langste haren knippen we eraf, zodat we ook de verbinding van de achterkant naar de voorkant hebben. En dan is dit de kliplijn voor het lange haar dat erin zit.
Dus wat hebben we gedaan? Ik laat ze even los. Ja, dit kunnen we natuurlijk met een klant niet doen, maar met de dolhead wel. Wat hebben we gedaan? We zijn begonnen aan de onderzijde om die eerste volle laag erin te knippen. De afdeling was hoger dan het achterhoofdsbeentje, dus daardoor wordt mijn gelaagdheid automatisch langer omdat ik hem aansluit op de lijn daaronder. We zijn met de ronding van het hoofd zijn we meegelopen. We hebben gewerkt met een rijzende gidslijn en daarmee creëer ik een ronde gelaagdheid aan de achterzijde. Vervolgens zijn we naar de voorzijde gegaan. Daar heb ik een gidslijn gepakt, loodrecht uit de hoofdhuid geprojecteerd en ook weer op de passé daarachter meegenomen om hem daarop aan te sluiten, dat we daar ook de aansluiting in de coupe hebben. Ik heb hier gewerkt met een vaste gidslijn, dus alle lagen aan de voorzijde die worden langer. Daarmee hou ik wel de volume aan de voorkant van het lange haar. Alles naar beneden geprojecteerd, de buitenste lijn aangesloten, naar achteren gekamd, de ronde lagen met de voorzijde met elkaar verbonden. En dan is dit een hele mooie coupe die je bij je klant in de salon kan knippen. Dus voor nu, zet hem op pauze en maak de coupe helemaal sluitend. De kniplijn hebben we er nu allemaal in zitten en dan gaan we door met de kleurtechniek. Nou, wat we op dit moment heel veel zien is foliage. Dat wil zeggen een balayage in combinatie met highlights met folies. Ook nu ga ik het haar eerst afdelen, maar ik wil jullie eerst laten zien wat ik allemaal gebruik. Ik gebruik van Kiss gebruik ik de Snow White en dat doe ik met 12% op de dolhead. Het is namelijk voorgekomen met de vorige e-learning dat ik nog wel wat commentaar van sommigen kreeg van mijn dolhead is niet zo licht geworden. Kijk, het blijft natuurlijk geprepareerd haar of gekleurd haar waar we doorheen moeten. Ik gebruik daarom 12%. Gebruik ik 12% vaak in de salon? Nee, eigenlijk zelden. Maar voor de dolhead wil ik nu wel een zo mooi mogelijk licht resultaat nemen. Nou, jullie mogen dus met je eigen merk werken. Maar ik heb dus de Snow White met 12%. Heb ik klaargemaakt. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Op een weegschaaltje. Alsjeblieft doe het niet op gevoel. Want als je hem te dun maakt is de sterking wat minder. En ben je te dik bezig dan smeert je hem niet lekker genoeg. Dus 1 op 2 klaarmaken met je weegschaaltje. Nou, dan hebben we nog meer nodig. Een colorboard. Zodat ik mijn balayage heel mooi kan inzetten. Ik heb elastiekjes nodig. 5 stuks om de staartjes te maken voor mijn balayage. Daarnaast heb ik folies, heb ik al van tevoren gescheurd. En die heb ik iets langer dan het eigen haar gedaan. Dus dan heb ik dat ook alvast klaar. Dus de folietjes gaan we gebruiken. En even kijken hoor. Een waterspuitje heb ik bij de hand. Want een balayage zet ik toch het mooiste op lichtvochtig haar. En daarnaast... Ja, voor mij is dit een hyphoi moment. Ik heb hier 3 kammen van het merk Vellen. En daar kan ik heel snel mooie gelijke highlights mee zetten. Ze zijn in 3 verschillende maten. Een groffere, een hele fijne en een midden. Nou, ik ga dus de midden die ga ik gebruiken op de dolhead. Maar voor je klant kan je dus kiezen, wil ik hele fijne highlightjes of wil ik ze juist wat groffer. En dit spaart mij gewoon heel veel tijd. Nou, voordat ik dus het haar... ga kleuren, ga ik het eerst afdelen. Waar beginnen we mee? Bovenop gaan we het haar, het hoefijzer, dat gaan we afdelen. Dus ik ga mooi met de ronding ga ik mee. Ik begin daar in de inham op het hoofd. Ga ik net onder de kruin, ga ik door en dan werk ik mijn weg weer naar voren. Ik hou de hele passé hou ik in mijn handen. Zo dadelijk draai ik ze nog rond. Dus dan kunnen jullie het allemaal goed zien. Zo. Nou, dat gedeelte, dat zet ik eerst eventjes vast. Dan is dat voor mij uit de weg. Daar. Dat draaien we eventjes op. Hier komen ze dadelijk ook de folies in te zitten. Oké. Dan kies ik ervoor om hier aan de voorpartij ook 2 folietjes te zetten. Want zodra dat zij een staart draagt, dan we daar ook wat highlights zien. Dus ook hier... neem ik net een passeetje diagonaal, want ik laat hem meelopen met de haarlijn. Dus diagonaal naar achteren. En dat is ongeveer, wat zal het zijn, iets meer als 1 centimeter deel ik het haar af. Ook dit zet ik vast. En aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Dus ik draai even in de ronde. Dus ik laat hem meelopen met de contourlijn. Kan je bij je klant ook heel mooi doen. En er hoeven net maar 2 folies geplaatst te worden. Dus 1,5 centimeter
bij je klant is meer dan genoeg. Dit gedeelte zet ik ook weer vast. Oh, nou, gelukkig hebben we de zwaartekracht van naar beneden. Daar zet ik hem vast. Dan in dit achterste gedeelte wil ik mijn balayage gaan plaatsen. Nou, wat ga ik doen? Ik ga een vijftal staarten plaatsen tegen de gidslijn van mijn hoefijzer. Dus ik neem een lijn net achter het oor. Die kam ik in zijn geheel naar boven. Daar. En dan plaats ik met mijn elastiek plaats ik tegen mijn gidslijn aan mijn eerste staartje. Dan aan de andere zijde doe ik hem op de exactzelfde hoogte. Zo. Dus ik heb de eerste erin zitten. Zorg dat hij wel strak zit. Maar dan is dit mijn eerste staart. Nou, dan ga ik direct naar de andere kant. Want ik wil ze wel in gelijke hoogte plaatsen. En dat vind ik het grote voordeel van de elastieken met de staartjes. Dan kan ik heel gelijk werken in mijn balayage. En dan weet ik zeker dat hij altijd goed zit. Dus ik projecteer het haar omhoog. En ik plaats ook weer een staart tegen mijn gidslijn plaats ik die aan. Nou, dan hou ik aan de achterzijde hou ik een groot vlak over en die verdeel ik in drieën. Daar mag je goed strak zetten hoor, het elastiekje. Zo, want dat knippen we later, knippen we dat weer los. Kijk, nu kies ik ervoor om hier de contourlijn donker te laten. Maar stel je voor dat je klant zegt van ja, maar ik wil ook highlights in de nek hebben. Dan zou je de gehele contourlijn eruit kunnen laten en daar ook folies plaatsen. Nou, nu heb ik aan de achterkant heb ik dit vlak over en dat deel je dus in drieën. Probeer dat in gelijke vlakken te plaatsen. Daar. Dus ik projecteer een rechte lijn naar beneden. Ik kam hem vervolgens omhoog. Zonder lussen. Gewoon, ja, ik sta er net een beetje schuin voor. Zo. Ook nu plaats je dus een klem. Of een klem. Plaats je een elastiek tegen de contourlijn aan. Wat je dan krijgt als je dus dit helemaal in gaat zetten in een balayage. Is dat je aan de bovenkant hier. Dan pak je bijna het gele haar wat licht wordt. En naarmate dat je naar beneden gaat, krijg je meer schaduweffect erin. Want dat is een balayage, hè? Donker of licht tegen donker aan. Andere zijde doen we hetzelfde. Zo. Ook nu projecteer ik hem omhoog. Zo. Daar plaats ik mijn elastiek. En dan blijft er nog één vlak over. En dan heb ik dus in totaal 5 staarten onder de gidslijn van mijn hoefijzer. Dit is de laatste. Omhoog. Ik laat ze daar nog even goed in beeld zien. Want dan gaan we, voordat we gezamenlijk gaan kleuren, gaan jullie eerst allemaal de afdeling erin maken. En net zoals bij het knippen, afdelen, het duurt eventjes. Je bent er een paar minuutjes mee bezig. Maar vanuit daar kan je zoveel sneller en gestructureerd kleuren. Als dat je bomen door het bos niet meer ziet. Want heel eerlijk, dit zijn altijd dames met lang haar die deze kleurtechniek erin willen hebben. Oké, dus daar komt-ie. Waar beginnen we mee? We delen het hoefijzer, delen we af. Dat zetten we vast. Dan gaan we naar de contourlijn aan de beide voorzijden. Gaan we diagonaal met de contourlijn meelopen en dan delen we ongeveer 1,5 centimeter delen we af. Die zetten we vast in klemmen. En dan vervolgens 5 staarten helemaal omhoog kammen tegen je gidslijn aan. En vanuit daar beginnen we met de kleuring. Dus voor nu op stop zetten, de video, afdeling maken en vanuit daar gaan we door. De afdeling zit er bij iedereen in en dan beginnen we eerst met de balayage te zetten. Het is namelijk het makkelijkste om van onder wat naar boven toe te werken. Nou, mijn haar is nog licht vochtig. Als nu je haar zelf droog is, maak het een beetje licht vochtig. Want dan zal je merken dat je veel makkelijker je balayage door kan blenden. Nou, ik wil echt een sterke verheldering hebben aan de punt. Dus ik ga deze staart ga ik in een paar passés ga ik afdelen. Dus ik zet dat bovenste haar, dat zet ik even vast, op deze manier.
Nou, ik trek de handschoentjes aan, voordat de kleur aan mijn handen komt. En dan ga ik met mijn colorboard, ga ik mijn blondering ga ik plaatsen. Waarom gebruik ik een colorboard? Op die manier kan ik mijn blondeer er steviger inzetten. Dus dan komt hij dieper in het haar en dan krijg ik een extra sterke verheldering. Plus zijn mijn handen niet zo vuil, want ik heb er best wel een hekel aan dat je bij elke passé een handdoek erbij moet pakken om het elke keer schoon te maken. Nou, ik begin met veel blondering op mijn kwast en dan de punt zet ik heel diep in. Ik duw ook echt de kleur, duw ik erin. Nou, dan ga ik mijn weg naar boven, maar hoe verder dat ik bij mijn elastiek kom, hoe zachter mijn beweging wordt. Ik ga dan niet meer geforceerd de blondeer erin duwen. Ik leg hem er gewoon zachtjes op. En ik zorg ervoor dat er ook niet een hele dikke hoeveelheid blondering zit. Want ik wil een heel zacht verloop wil ik namelijk creëren. Als ik dan de bovenkant gedaan heb, vang ik hem op met mijn kwastje. Ik draai hem om en dan kan ik heel mooi de onderkant kan ik inzetten. Dus ook weer een grote hoeveelheid blondering in de punt. Zachtjes laten verlopen naar de bovenkant van je elastiekje. Als je dan denkt, oh, er zit net een dotje, die even met je vinger weghalen. En dan gewoon veel blondering in de punt. Daar. Dan pak ik een zilverfolie. Soms doe ik het met een transparante folie. Ik kies er nu bewust voor om met een zilverfolie te werken. Want een zilverfolie houdt iets meer warmte vast dan een transparante folie. Nou, dan ga ik naar de volgende passé. Ik deel hem af in drie. En stel je voor dat je klant nu een hele zachte balayage wilt. Dan zou je er ook voor kunnen kiezen om de staart alleen maar rondom te kleuren. Hè? Dat je hem niet afdeelt, dat je alleen rondom kleurt. Want dan blijft er meer natura in en dat geeft een zachter eindresultaat. Maar ik wil nu echt wel een volledige opheldering hebben in de lengtepunt. Dus er gaat weer een grote hoeveelheid van mijn Snow White gaat in de lengtepunt. Ik druk hem er echt in, dat ik zeker weet dat hij volledig gevuld is met de blondering. Naar boven toe ga ik veel zachter te werk. Ik heb dan ook mijn plankje niet meer nodig zoals je ziet. Ik hou wel een beetje met het plankje mijn spanning op de passé. Hier mag hij weer lekker dik. Ik leg hem op mijn kwastje, ik draai hem om en ik kan de onderkant heel mooi meenemen. Dit is ook serieuze techniek die ik op dit moment heel veel bij mij in de salon gebruik. Want hij zit er lekker snel in en het is altijd een succesverhaal en dat willen we. Oké, ik laat hem erboven opvallen. Want dan gaat zo dadelijk allemaal in dezelfde folie. Dit is mijn laatste passé. Stel je voor dat je klant veel dikker haar heeft dan de dolhead, want wat ik al zei, ook met het knippen, hij is natuurlijk wat dunner ingezet. Dan heb je best kans dat ik 5 passés pak, hoor. Of misschien wel 6. Hoe dunner mijn passés zijn, hoe sterker de verheldering is, des te minder natuurhaar is er aanwezig. We draaien hem om. We zetten de achterkant goed in. Zachtjes aan de bovenkant. Mooi tot het elastiek werken, want daar wil ik echt wel hoog wil ik eindigen. Veel kleuring in de lengtepunt en ik laat hem er weer bovenop vallen. Nou, dan vanuit hier, dan klap ik mijn folie, klap ik voorzichtig, klap ik die dicht. Aan de andere kant doe ik hetzelfde, want dan maak ik gebruik van de warmte. Kijk, aan de bovenkant niet te hard knijpen, hè? Want anders zou je misschien nog vlekken kunnen krijgen. Dus zomaar voorzichtig, aan de onderkant kan je wel wat harder kan je knijpen. Nou, hier zit geen haar, dus dan kan ik mijn folietje even een beetje zo vouwen. En nu maak ik dus gebruik van de hitte van mijn folie nog voor een extra verheldering. Kijk, is je klant bijvoorbeeld een kleurhoogte 7 en je denkt dat je er makkelijk doorheen komt met je blondering, dan kan je ook prima met je transparante folie werken. Nou, ik doe er nog eentje aan jullie voor. Dat ik zeker weet dat het voor jullie allemaal goed in beeld is. En dan vanuit daar kunnen jullie zelf ook beginnen om eerst je balayage in te zetten. Dus veel in je lengtepunt. Gebruik je plankje. Duw hem erin. Langzaam naar boven. Daar. Draai hem om.
zachtjes naar boven toe. Nou, dan pak je dus, als je hem er goed hebt in zitten, pak je je folie. Dan laat ik hem zo mooi in mijn folie, laat ik hem glijden. Deze laat ik dan rusten en dan vervolgens deel ik de rest van mijn passé af in twee gedeeltes. En ook bij mij in de salon is het ook wel eens zo dat ik aan de voorkant is het haar misschien wat fijner. Dan deel je hem af in drie, maar naarmate dat je naar achteren komt, dat er meer haar tussen je elastiek zit, dan zal je ook meer afdelingen moeten gaan maken. Maar dat moet je dus gewoon per klant moet je dat bekijken. Maar echt, deze kleur zit er serieus relatief snel in. Als ik deze kleur bij mij in de salon doe, nou, ik denk dat ik dan alles bij elkaar 30 minuten bezig ben. Oké, dus zachtjes naar boven. Zit hier een beetje natuurhaar, geen probleem. Want dat heb ik ook juist nodig, dat die mooi zacht doorvloeit. Ik gebruik net even mijn pink om de kleur wat verder uit te wazen. Laatste passé. En als je denkt van, oh, er zitten wat knoopjes in. Eventjes kijken, pak even een kammetje. Eventjes doorkammen, dat die wel glad in je plankje komt te liggen. Daar. En daar gaan we weer. Dus duw hem erin. Langzaam, zachtjes naar boven. Het is echt een gevoel wat je moet krijgen. Niet te hard drukken, minder blondeer gebruiken. De achterkant hetzelfde, in de punt mag er lekker veel. Naar boven toe heel zacht uit laten lopen. En dan krijg je zo'n mooi verloop. Hoef je ook niet te gaan touperen en alles. Nou, laat hem erop vallen. En dan doen we exact hetzelfde. Dus ik klap hem zachtjes dicht. Aan de onderkant in de punt kan je even wat meer drukken. Niet aan de bovenkant drukken, voorzichtig te werk gaan. Daar. En dan gebruik ik de warmte dus van mijn folie voor extra verheldering. Nou, ik heb er voor jullie nu twee gedaan. De andere drie zet ik exact hetzelfde in. Dus nu voor jullie zet ze alle vijf in voordat we doorgaan met de folies. De vijf staarten zitten er nu helemaal in. En wat ik gedaan heb om mezelf eventjes wat vrijheid te geven met werken, is mijn voorste staart heb ik aan de tweede staart vastgemaakt aan de onderkant met een clipje. Niet minder in, want dan zou je een markering van je clip kunnen zien. Maar hier aan de onderkant heb ik hem even vastgezet. Dan gaan we hier twee folies plaatsen. Ik moet jullie heel eerlijk bekennen. Op een dolhead is dit het meest moeilijke aan de contourrand, want dat is super dik ingezet. Bij een klant is het veel makkelijker. Dus het zijn twee smalle passés. Dus de ene die splits ik in tweeën. Op deze manier. Dan zet ik dit haar even erachter vast weg. En dan ga ik dus met mijn kammetje ga ik werken. Dat is bij deze passé het allermoeilijkst. Maar wanneer je de techniek eenmaal door hebt, dan bespaart het je zoveel tijd. Dus dan komt ie. Ik hou mijn vingers dicht aan de aanzet. Daar zit de spanning erop. Dan gaat mijn kam eronder en ik druk het haar een beetje naar beneden. Want op die manier creëer ik een splitsing, omdat hier die dikte zit. Nou, dan hou ik de spanning erop. Zien jullie dat? En dan ontstaat er een opening. En dan kan ik met mijn vingers door. En dan zie je dus dat ik in één keer mijn passé in highlights heb gesplitst. Nou, dan gaat hier mijn folie in. Die gaat evenredig aan mijn scheiding. Dus als ik dit bij een klant doe, dan sta ik er ook voor. Dan projecteer ik het haar naar voren. En dan zet ik hem eerst in. Ik weet niet of jullie het op de camera horen, maar het regent nu heel erg hard. Geen idee of jullie het horen, maar ik hoor het wel. Oké, ik blijf eerst eventjes zo een centimetertje blijf ik ervan af. Dan zet ik hem goed dik, zet ik hem in. Mijn hand eronder. Kijk, en het is gewoon moeilijk deze passé, omdat je diagonaal werkt. Dus goed inzetten. Net wat ik zeg, ik blijf nog even van die bovenste centimeter blijf ik af.
Mijn folie is ook wat langer dan mijn passé. Oké, en dan ga ik terug. Dan til ik het met mijn twee vingers, til ik de folie weer omhoog. En dan kan ik de rest van het haar kan ik naar beneden drukken. Op deze manier. En dan kan ik wat dichter tegen de haargrens kan ik aanwerken. Nou, ik ga niet over mijn folie heen. Dat wil ik beslist niet. Ik zet hem ook niet te dik in. Zo. Daar wel goed in zetten. Dat je zeker weet dat je al het haar hebt. Ja, en dat, dit is echt... Het, als je dit beheerst op je dolhead, weet ik zeker dat je het ook beheerst op je klant. Want dit is gewoon de allermoeilijkste passé. Oké, dan vanuit daar. Dit gedeelte is schoon. Die klap ik tegen de aanzet aan. Want dan weet ik zeker dat ik geen blondeer heb die te doorheen druk. Nou, het is een vrij lange folie. Ik wil wel het gezicht wil ik vrijmaken. Dus ik doe hem nog een keer dubbel. Ik maak er mooie envelopjes van. Geen propjes. Oh. Daar, dan zet ik hem aan de zijkant. Druk ik hem erin. En dan heb ik een mooi folietje. Een mooi envelopje. Op deze manier. Dan de volgende zet ik er recht tegenaan. Dus je zal merken, deze passé die gaat al wel wat makkelijker. Dus, wat gaan we doen? Ik draai nog een klein beetje. Vingers dicht bij de aanzet. Je kam gaat erin. Je duwt hem naar beneden. Je gaat een paar keer heen en weer. Dan zie ik een splitsing in het haar. Daar gaat mijn vinger langs. En dan heb ik in één keer mijn highlights heb ik te pakken. Die eerste passé die is zo dik ingezet bij je dolhead. Dus dat is echt de moeilijkste. Daar omklappen om je puntkam. Het haar naar achteren projecteren. Er overheen laten vallen. Je zet je blondeer eerst 2 centimeter van de aanzet af. We zorgen eerst dat de rest van het haar goed dik wordt ingezet. Zo. Mijn hand gaat eronder. Voorzichtig wel die folie op zijn plek laten, want je wil niet dat hij daar te veel gaat schuiven. Maar stel je voor dat je folie nou wel gaat schuiven, dan pak je hem op deze manier, pak je hem vast en dan kan je met de kwast duw je het haar naar beneden, tot de folie weer mooi op zijn plek komt. Nou, lekker dik inzetten. En nu zie je ook weer het belang dat mijn folie wat langer is, want een schoon gedeelte klap ik tegen de aanzet. Want zou ik daar ook blondeer zetten, dan krijg ik te veel blondering aan de aanzet. En dan kan het dus zijn dat die uit je folie loopt. Ja, want dat hoor je ook wel eens, dat de blondeer gaat zwellen, dat die uit die folie gaat lopen. En op deze manier voorkom je dat. Dus ik klap hem nog een keer dubbel. Ik maak er een mooi envelopje van. Op deze manier. Hup. En dan zie je hier nog haar, zie je eruit hangen. Maar dat komt later, dat is het allerlaatste. Wat ik nu ga doen, ik ga nu zo dadelijk gaan jullie de camera op stop zetten. Zetten jullie eerst deze twee in. En dan in de tussentijd zet ik gelijk de andere kant in. Dus voordat jullie de camera weer aan gaan zetten, hebben jullie de 4 folies aan de contourrand ingezet. De contourranden zitten er nu in. Zo geteld 4 folies en dan gaan we naar de bovenkant. De bovenkant die gaan we in tweeën splitsen. Ik werk nu met een middenscheiding, maar stel je voor dat je klant misschien een zijscheiding draagt, dan zou je hem ook in de zijscheiding af kunnen delen. Maar ik ga nu uit van het midden. Zo. Daar. Nou, dan zet ik eerst 1 gedeelte, die zet ik vast. Ik wil niet dat me dat in de weg zit, dus die clip ik gewoon eventjes weg. Want ik zorg er wel constant voor dat ik gewoon een clean werkgebied heb om in te werken. Oké, nou dan ga ik weer even draaien. En als ik dus deze kleurtechniek bij de klant in de salon doe, dan sta ik ook gewoon voor haar. Hè. Dat is de snelste manier voor mij om te werken. Dus ik draai de stoel van de spiegel vandaan. Ze kan toch eventjes niks zien. Nou, dan beginnen we aan de contourrand. Dus ik neem een diagonale scheiding, want ik werk met de lijn van de contourrand werk ik mee. Dus dat andere haar, dat kam ik naar achteren. Stel je voor bij je klant dat het makkelijk naar voren valt. Dan zet je het met een clipje even vast. Maar dan komt hij weer. Dus je houdt je spanning op de passé dicht
bij de aanzet. Dan gaat je kammetje erin. Dan ga je twee keer op en neer. En dan duw je, dan trek je het haar naar beneden. Je houdt de spanning op je passé. En dan split je hem in één keer. Dus dan heb je in één keer heb je highlights heb je te pakken. Kijk, en nu doe ik het langzaam aan jullie voor om het zo goed mogelijk in beeld te brengen. Maar als je eenmaal die handigheid te pakken hebt, dan doe je dat natuurlijk veel sneller. Nou, de folie gaat ook weer in de diagonale richting gaat die mee. Je klapt het haar naar achteren. Je zet met je puntkam zet je hem er tegenaan. En dan ook weer een tweetal centimeter blijf je eventjes van je aanzet vandaan. En dan zet je eerst de gehele passé zet je goed in je blondering. Dus ik gebruik nu mijn hand als plankje, dat ik wat tegendruk heb. Kijk, mijn folie is net eventjes belangrijk. Ik wil de uiteinde van de folie wil ik echt schoon houden. Nou, en als je dan je passé volledig hebt ingezet. Kijk, nou is mijn folie iets of wat naar beneden gezakt. Til ik hem op met mijn duim en met mijn middelste vinger. En dan kan ik makkelijk dat haar naar beneden drukken. Dat die folie echt mooi tegen de aanzet blijft zitten. Daar. Niet te veel product gebruiken aan de aanzet. Het is toch maagdelijk haar. Dat ligt makkelijk op. Nou ja, op een dolhead is natuurlijk wel eventjes wat anders. Komt hij weer. De schone kant tegen de aanzet aanklappen. Vervolgens klap ik hem nog een keer dubbel. Want anders is het lastig voor de klant te kijken tijdens de behandeling. Daar maakt er een mooi envelopje van. Kijk, en dan hier straks gaan we nog een freehand balayage inzetten. Maar dan pak ik een centimeter, pak ik een afdeling. Op deze manier, ik blijf diagonaal werken. Want diagonale passés die geven zachtheid in mijn haar. Nou, ik klip hem nu maar eventjes vast. Dan in die centimeter deel ik weer een halve centimeter deel ik af. Niet te dikke passés gebruiken. En dan komt hij weer. De aanzet, de spanning op de aanzet houden. Je kammetje eronder naar beneden trekken. Spanning erop houden. Daar waar je je splitsing ziet, daar trek je hem er doorheen. En dan heb je hem in één keer heb je hem te pakken. Naar achteren, naar voren. En op die manier werk je diagonaal achterwaarts. Dus nu voor jullie. Kijk, je hebt de eerste twee heb je nu gezien. Hou de folie vast. Goed dik in de punten inzetten. Nu kunnen jullie dus de ene kant diagonaal inzetten. Je blijft met diagonale passés werken. Je blijft voor de klant staan. Tot je een driehoekje, ja, zo schuin op de achterkant overhoudt. Want dan gaan we later gaan we dat invullen. Dus ik klap hem nog een keer dubbel. Ik zal er nog eentje aan jullie laten zien. Nog één passé. Maar echt, dit kammetje, dat scheelt mij ontzettend veel tijd. En zo precies highlighten met mijn gewone puntkam. Ja, dat kan ik niet. Zorg wel voor een clean passé. Dus ik heb nu ruim een centimeter afgedeeld. Daar haal ik dan weer de helft van af. Kijk, want ik wil wel natuurhaar erin tussen overhouden. Trekken naar beneden. De ruimte die je overhoudt. Splitsen met je vinger. Uit elkaar trekken. En je hebt hem in één keer heb je hem te pakken. Folietje erbij. Daar. Ik gebruik mijn puntkam altijd om hem tegen de scheiding aan te werken. Naar achteren de passé, naar voren. En op die manier kan je heel dicht tegen de aanzet kan je aanwerken. Want we willen geen slepende folies hebben, dat je al gelijk een soort van uitgroei van 2 centimeter creëert. Hand eronder. Ik gebruik mijn hand nu als plankje. Goed ruim, dik inzetten. Druk op je hand dat je de blondeerde indruk. Gaat je folie glijden. Pak hem vast. Trek hem naar beneden. Met je kwast. Dat de folie mooi tegen de aanzet aankomt. Zo. De schone kant van de folie klap je tegen de aanzet.
klapt het nog een keer dubbel. Dan blijven we allemaal in mooie gelijke envelopjes blijven we werken. Dus, nu voor jullie de video op stop. Werk door tot je uiteindelijk niet meer aan de achterkant kan. En vanuit daar gaan we beginnen met de andere kant. Ik zie jullie zo terug. Ik heb nu aan de linkerkant 7 folies ingezet. En als ik hem dan omdraai, dan zien jullie dat ik hier zo'n klein driehoekje overhoud. Dat zet ik zo dadelijk op het einde, zet ik dat horizontaal in. Want als ik daar op deze manier mee door blijf gaan dan, en het haar valt naar beneden, want je moet altijd denken van nou, hoe valt het haar natuurlijk, dan krijg ik van die rechte panelen. En dat wil ik niet hebben, want ik wil echt zo'n heel zacht diffused eindresultaat. Nou, dan ga ik terug naar de voorkant. En dan ga ik exact hetzelfde, een kopie maken van de linkerkant. Alleen de diagonale lijn gaat de andere kant uit, want ik werk met de lijn van de contourrand werk ik mee. Stop ik ook weer aan deze zijde op dezelfde hoogte. Dus ik ga hier ook 7 folies inzetten. En jullie zien nu dit haar, dat valt er nog uit. Dan gaan we straks opzij kammen en daar komt nog een freehand balayage in. Maar ik denk dat jullie duidelijk hebben gezien hoe dat ik deze kant heb gedaan. Dus voor nu, zet hem op pauze. Ga door met de andere kant. En dan wacht tot het driehoekje. Ik zie jullie zo terug. Oké, beide kanten zitten er nu in. Nou, je ziet dus het haar wat je niet gedaan hebt, dat steekt eruit. Dus dat kam ik nu ook een beetje naar de zijkant. Ook uit het gezicht. Je kan dan de folie een beetje optillen. Want wat ik al zei, zo dadelijk ga ik hier een freehand balayage inzetten. Dus ik projecteer dit naar de zijkant. Die zit er al. Deze ook. Oké, kijk, en dan om de klant, dit is natuurlijk een dolhead, een beetje te laten kijken. Dan kan je die puntjes net een beetje ombuigen, dat ze wat zicht krijgt. Nou, hetzelfde doen we dan aan de andere kant. Oh. Dus ik til het folietje even op. Dan projecteer ik dat haar naar de zijkant. Doe bij elke passé. Zo. Kijk, het is natuurlijk wel belangrijk dat ze een beetje kan kijken. Hup. Dus deze, de puntjes, die klap je dan net eventjes een beetje om. Kijk, en dan zien we een gezicht. Oké, ik gaf daarnet al aan, als je dus beide zijkanten erin hebt gezet, dan hou je dus een driehoekje aan de achterzijde hou je over. Nou, dit gedeelte ga ik dus horizontaal ga ik naar boven werken. Je zal merken, je passé wordt steeds smaller. En ook tussen elke passé laat ik weer een klein stukje haar. Dus even kijken of ik het goed in beeld kan brengen. Zien jullie dit kleine driehoekje als ik hem even opdraai? Op die manier. Dus vanuit hier pak ik aan de onderzijde pak ik een passé. Kijk, en deze eerste is een beetje lastig, want dan zitten je elastiekjes een beetje in de weg. Ik zal hem even wat lager zetten. Dat werkt voor mij wat prettiger. Zo. Nou, ik blijf gewoon hetzelfde met mijn kammetje. Met de techniek blijf ik doorgaan. Dus ik zet hem eronder. Mijn vingers blijven dicht bij de kam. Spanning erop. Ik ga een paar keer heen en weer en ik trek mijn passé naar beneden. Dan zet ik mijn vinger ertussen, tussen de opening. En dan splits ik hem in één keer. Nou, je passé goed omhoog houden. Laat de elastiekjes je niet in de weg zitten. Trek hem omhoog. Daar. Nou, dan zetten we... Oh, dan gaan we een beetje op de grond. Nou ja, zo zien jullie. Ik ben ook gewoon een echte kapster. We gaan wel even op de grond. Oké, de hand eronder. Dan zit je elastiek ook niet in de weg. Zo goed royaal dik inzetten. Ik wil echt wel een mooie verheldering erin hebben. Trek hem nog wel eventjes omhoog. Dicht naar de aanzet toe. Niet te veel product gebruiken. Kijk, dat eerste haar, dat ligt toch heel makkelijk op. Want dat is maagdelijk haar. Je hebt meer aan de punt heb je nodig. Het schone gedeelte. Net zoals bij alle andere folies. Klap je tegen de aanzet aan. Klap hem nog een keer dubbel. Ja, ik hou er altijd wel van dat al mijn folies, al mijn envelopjes hetzelfde zijn. Weet je, dan
ziet zo'n klant dat ook en dan heb je dat haar gewoon in je macht. Als dat één grote bende van folies is. Ik wil ook geen vlekken hebben, zo min mogelijk. Dus ik hou de lengtes van mijn folies, hou ik allemaal hetzelfde. Ik vouw ze hetzelfde en dan in het eindresultaat heb je gewoon één mooi geheel. Weer een centimeter afdelen, splitsen in tweeën. Vingers dicht bij de aanzet, projecteert hem naar beneden, spanning op je passé houden, je vinger ertussen en dan heb je de splitsing in één keer heb je te pakken. Nou, als je dan net eentje mist, kan je hem nog wel wegnemen. En zo met een aantal folietjes werk je je weg naar boven en vul je dat laatste driehoekje, vul je dat in. Ik ga nu nog eventjes door. Het zullen nog twee folietjes zijn die ik er bovenop plaats. Maar ik denk dat jullie genoeg gezien hebben. Zet deze vier in het driehoekje in. Nou, de laatste folies zitten er dus in op het kruingedeelte. Kijk, en dan hou ik dit haar nog over. Ik wil dus echt dat die punten ook oplichten, dat die mooi blenden in de rest. Dus daar gaat een freehand balayage in. Nou, ik gaf al aan, op vochtig haar werken is het makkelijkste. Dus ik begin op het kruingedeelte. Ik maak dat haar een beetje licht vochtig. En dan pak ik dit gedeelte in één keer. Wat ik wil is dat 1/3 van het haar natuurhaar blijft, want dat geeft dat foliage effect op de bovenkant. Ik heb nieuwe blondeer klaargemaakt, want de vorige blondeer die stond al even. Dit wordt natuurlijk een freehand balayage, dus dan moet mijn blondeer echt wel zo sterk mogelijk zijn. Dus ik heb een beetje klaargemaakt. Nou, dit doe ik niet met het plankje, het heet niet voor niks freehand balayage. Dit doe ik op mijn hand. Ik zet de punt royaal dik in. Dat ik zeker weet dat ik een complete verheldering daarin heb. Nou, en dan tegenovergesteld met mijn kwast laat ik hem uitlopen tot die 1/3. Dus dat 2/3 in de blondeer zit. En dat 1/3 dat die gewoon natuurhaar blijft. Want dan blendt hij het mooiste in de bovenkant. Oké, dus dit is het kruingedeelte. Dat heb ik nu gedaan. Nou, dan kan je ervoor kiezen om in een folie te zetten. Maar ik laat hem nu, laat ik hem gewoon zo hangen. Want ik vind het op zich best wel mooi dat je een paar nuances door elkaar krijgt in de balayage. Nou, dan gaan we naar de zijkant. Ik zal ze eventjes draaien. Zo, kijk, daar heb je dan het gezichtje weer. Dit haar heb ik natuurlijk al aan de zijkant geprojecteerd. Nou, dan vervolgens maak ik het weer een beetje licht vochtig. Want dan weet ik zeker dat mijn blondeer heel mooi uitblendt. En ik hoor ook wel eens dat ze dan zeggen van ja, maar Natas, de blondeer, of het water, verdunt hij dan je blondeer niet? En is hij dan niet minder sterk? Nou, heel eerlijk, het staat niet te druppen. En water is alkalisch. Die opent al een klein beetje het haar. Dus hij zal er juist voor zorgen dat mijn blondering wat sneller en makkelijker in het haar gaat. Dus het is gewoon handdoek droog, het is licht vochtig. Want heb je dat nooit bij een klant in de salon? Dat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, je hebt ze koper gekleurd. En dan zegt ze van ja, mijn kleur loopt toch terug en ik spoel het alleen maar met water. Ja, maar dan krijg je dus het verhaal, water is alkalisch en die zal ook wat kleurpigmentjes, alleen maar door met water te spoelen, zal die dus wat kleurpigmentjes eruit halen. Oké, ik gebruik nu mijn handen plat erop. Ik zorg dat 1/3 van het haar, dat uit de blondeer blijft, dat ik hier nog het natuurhaar heb en zo ga ik door. Hier heb ik nog een passé. Kijk, dat haar is natuurlijk al een beetje gedroogd. Dus die zet ik in eerst met een klein beetje water. Veel product in de punt. Complete verheldering. Laat hem doorlopen naar 1/3. Kijk, en doordat ik met mijn vingers zo eroverheen ga, dan loopt hij heel mooi door. Krijg ik geen harde lijnen, want dat is hetgene wat we dus echt niet willen zien. Nou, ik plak hem even vast bij deze. Dan is hij uit haar gezicht. En aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Dus ik pak dit haar vast.
Kijk, en ik kan dat gewoon met mijn blondeerhandschoenen kan ik dat vastpakken. Hè? Want ik weet toch dat daar blondeer komt. Dus ik hoef niet tussentijds nu, omdat ik al dat haar al opzij heb gelegd. Oh, ik loop helemaal uit beeld, joh. Ik ga even een beetje terug. Ja, soms vergeet ik om op dat schermpje te kijken wat ik doe. En dan, kijk, zet ik gewoon heel veel blondeer, Snow White. Hup, ik met de 12% heb ik dit gedaan. Op een klant zal ik eerder wat 9 pakken. Tegenovergesteld met mijn borst of met mijn kwastje. Hup, dan ga ik op die manier omhoog. Dus dan krijg je als een diffused eindresultaat. En zorg er gewoon voor dat 2/3 is ingezet. Dus ik kan hem nog wel wat inmasseren. Met mijn platte hand kan ik hem nog wat verder uit laten lopen. Zolang je maar geen spot ziet en geen strepen. Nou, dit is de allerlaatste passé. Door laten lopen. Zo. Nou, en dan vanuit hier zou ik zeggen, nou ja, ga een boterhammetje eten, ga een kop koffie drinken, want nu rest ons alleen nog eventjes, nou ja, eventjes geduld. Ik laat hem 3 kwartier zitten en dan spoel ik hem uit. Tot straks. Hij heeft nu in totaal 3 kwartier gehad. We hebben ondertussen een broodje gegeten, we hebben de koffie gedronken, dus nu mag de kleur eruit. Kijk, doe je dit in de salon, dan heb je natuurlijk de tijd om tussendoor een klant te knippen. Of misschien ook wel te kleuren. Oké, dus we gaan nu alle folies gaan we eruit halen. Nou, je kan zien, er is een mooie verheldering. Heeft er plaatsgevonden. Alle folies gaan eruit. Zo. Oh, mijn klant zit niet stil. Zie je dat? Hij gaat draaien. Oké, nou, dit is ook weer een reden waarom ik zoveel schaar heb. Want ik heb ook 1 botterschaar ertussen zitten. Die gebruik ik dus niet meer om klanten te knippen. Maar dan knip ik wel de elastiekjes mee door. Ik vind dat fijner dan het elastiekje eruit trekken. Als ik het elastiekje eruit zou trekken, dan gaat de blondeer ook alle kanten uit. Dus met een oud schaartje knip ik gewoon de elastiekjes knip ik door. Dus, nu voor jullie. Alle folies eruit halen, stiekjes eruit halen of elastiekjes eruit halen. 1 keertje nawassen met een color shampoo. En als je bang bent dat niet alles eruit is, even 2 keer nawassen. En dan vanuit daar kom ik weer bij jullie terug, want dan gaan we namelijk het haar tonen. Ik heb het haar uitgespoeld en we gaan hem nu tonen. Nou, ik ga hem tonen met het merk van Kiss, de Soft Shades. Jullie hebben vast van jezelf ook wel zoiets, maar dit is een ammonia-vrije kleuring. Dus het natuurhaar ligt niet op. Ik heb natuurlijk natuurhaar ertussen gelaten en dat wil ik zo behouden. Dan ga ik de 09G gebruiken. Het is namelijk zo, heel lang was het allemaal wit en grijs en mat en koel. En dat is nog niet helemaal verdwenen. Maar we zien eindelijk weer de goudtinten terug in opmars komen. En ik weet dat veel kappers bang zijn voor een goudtint. Want dan denken ze vaak aan zo'n ochtendurinekleur, een OU-kleur noem ik het altijd. Maar dat is deze zeer zeker niet. Hij is echt super zacht van tint. Nou heb ik dus het geluk, en ja, ik hoop jullie ook, dat dus de kleur op de dolhead, nou ja, hij is al wel wat gelig, maar niet zo kanariegeel. Hij is mooi verhelderd. Dus ik ga van de Soft Shades ga ik de 09G ga ik opzetten. Maak ik ook weer op een weegschaaltje klaar. Hij is 1 op 1 is die klaar te maken. Hij ziet er nu een beetje oranje uit, maar troost je niet. Dit zal geen invloed hebben op de kleur op het haar. Nou, dan half de activator erbij. Zo, nou en het heerlijke van dit product is ook dat je hem aan de wastafel op kan zetten. Zo. Het enige is wel, als je dus met een flacon werkt aan de wastafel, zorg wel dat je de nekharen ook goed meeneemt. Nou, er zit een lange tuit aan. Oh, hij komt eruit gelopen. Er zit een lange tuit aan. Dus dan kan je heel makkelijk ermee tussen, zodat je ook in de nek alles goed meeneemt. Nou, eerst gewoon lekker verdelen. Het is een wat dunner product, dus het kan makkelijk met een flacon. En het enige wat ik dan zo dadelijk doe, is inmasseren.
Nou, hoe lang laat ik hem dan zitten? Je kunt hem echt wel 20 tot 25 minuten laten zitten. Maar dat heb ik in dit geval niet nodig. Ik wil alleen maar dat hij even dat hardere geel afmatteert dan tot een zacht gouden tint. Dus ik laat hem 5 minuutjes laat ik hem zitten en dan spoel ik hem uit. Nou, terwijl ik deze film opneem, is het dus zomer. Wat gebeurt er altijd de zomerdag? Ze gaan naar het strand, ze gaan naar de zee en ja, dan loopt de haarkleur loopt dan toch terug. Tot nu toe hadden we dus natuurlijk de No Yellow conditioners om alles maar koel te houden. Maar als bijvoorbeeld deze klant met een No Yellow de haar gaat wassen, dan komt ze weer in dat hele koele grijze uit. En dat wil ik niet. Ik wil in dat zachte gouden wil ik blijven zitten. Dus wat zou ik dan die klant voor thuis kunnen adviseren? We hebben een hele reeks nieuwe kleurconditioners hebben we gekregen. Maar degene die heel mooi aansluit bij de 09G is de Scent. Ik laat hem eventjes zien. Kijk, ook nu weer. Het ziet er een beetje oranjeachtig zie het eruit. Maar schrik niet. Ja, nu zitten softshades erin. Zodra je dit op het haar aanbrengt, wordt het niet tot oranje. Wordt het heel mooi zacht goud, beige, zo'n zandkleurtje. Dus de zandconditioner zou perfect zijn voor thuisgebruik. Dit laten we eventjes inwerken. Nou, met 5 minuutjes ga ik hem uitspoelen. En dan vanuit daar kunnen we het gaan feunen. De kleur zit er nu helemaal in. Nou, we hebben hem dus getoond met een hele zachte goudtint, de 09G van de softshades van Kiss. En nu kan je het kleurenpalet kan je al zien. Je ziet dat de punten helemaal verhelderd zijn. Hieronder zit meer natuurhaar, omdat het staartje natuurlijk omhoog is geprojecteerd. Dus dat geeft een heel speels effect. En zo dadelijk bovenin zie je ook alle folies, de highlights die we gezet hebben, zie je ook naar boven komen. Voor nu gaan we het feunen. Productkeuze is altijd heel erg belangrijk. Wanneer je het haar geblondeerd hebt, dan is het wel wat ruiger, het is wat stugger en je wilt ten alle tijde dat het haar gaat glanzen. Nou, wat ik er dan eerst op doe, is een serum. Dat is de Glam Shine. Hij was nieuw, dus ik moest een paar keer pompen. Er zitten 2 pompjes zitten er in mijn hand. Die breng ik eerst aan op de lengtepunten. Die zorgen ervoor dat tijdens het feunen dat die serum wordt opgenomen in het haar. Dat die de lengtepunten verzorgt en dat die ook een mooie glans weergeven. Nou, dan moet je ook altijd nadenken van wat wil ik als eindresultaat zien. Nou, ik wil echt wel dat het een beetje een wat smooth, soft eindresultaat is. Dus ik ga een smoother gebruiken. Kijk, daarentegen zou ik een beetje meer van die beachwave krullen willen maken. Dan pak ik weer een Ocean 5 spray, zo'n zoutspray. Die hebben jullie vast ook van je eigen merk. Maar dan kies ik weer voor een wat straffe product, een beetje stugge product. Maar voor nu, ik wil gewoon een mooi, glad, glanzend eindresultaat creëren met een lichte beweging erin. Dus de smoother past daar perfect op aan en dat gaat dan over de serum, gaat dat heen. Oké, net zoals bij een echte klant, er komen een paar kleine haren uit en ik veeg het gewoon aan mijn billen, want dat doe ik in de salon ook. Oké, dan gaan we het feunen. En nou, ik ga jullie niet de hele tijd vermoeden tijdens het feunen met alleen maar praten. Maar wat belangrijk is, is dat je met de schubbelaag naar beneden feunt. Kijk, een haar is net als een vis, zijn allemaal schubbetjes. Als die openstaan en door het blonderen is dat natuurlijk wel een beetje poreus geworden. Dan weerkaatst hij het licht niet, het gaat knopen met elkaar en dat geeft geen glans. Die schubben die wijzen naar beneden. Als ik met mijn föhn, met de dop van mijn föhn, mee naar beneden ga feunen, dan sluit ik die schubben en dan krijg ik echt serieus glanzend mooi haar, zelfs op een dolhead. Want een dolhead is toch wel wat ruige haar en dan wordt het gauw frizzy. Dat wil je niet zien, maar dat wil je zeer zeker niet bij je klant zien. Ik begin aan de voorzijde met feunen, daarna ga ik naar de achterzijde. Voor jullie zou ik zeggen, doe je best, ga los. Ik ga ook even los met feunen, want ik ben echt wel eventjes een half uurtje hierop bezig. En zo dadelijk zien jullie nog het eindresultaat. Thank you.
de dollet expres stijl gelaten om de volgende reden. Dat we samen goed naar de kleurplaatsing kunnen kijken. Natuurlijk ook naar het knippen. Maar heb je nu foutjes in je kleur zitten, dan komt dat hierin wel naar boven. Nou, wat hebben we dus gedaan? Zoals jullie kunnen zien, onderin heb ik heel mooi die balayage. Die punt is in zijn geheel lichter gekleurd. Dan bovenop hebben we dus die folies geplaatst. Nou, dus dan die folies in combinatie met die balayage. Dat heet dus de foliage. Nou, om nu jezelf na te kijken, kan je scheidingen trekken. Kijk, dan kan je precies zien wat je gedaan hebt. Hier zie je die highlights die we in het gezicht geplaatst hebben. Door het staartje omhoog te projecteren hebben we hier meer natura en de punt is dan wat lichter. Maar hoe hoger dat ik ga, en dat kan je hier ook goed zien, doordat dit haar dichter bij het elastiek zat, zit er hier ook alweer meer blond. Dus op deze manier loopt je balayage heel mooi zacht door. Nou, dan de folies erin. Ja, en dan heb je gewoon echt serieus een prachtige kleur voor bij je klant in de salon. Ik doe deze op het moment zo ontzettend veel. Dus ik vond echt het nodig dat jullie deze lijn zouden oefenen. Want hij is te mooi om links te laten liggen. Nou, dan op het knippen. Kijk, aan de achterkant hebben we die gelaagdheid. Dat haar dat beweegt lekker. Ik zal het even draaien, dat jullie het goed zien. Kijk, we hebben lekker die speelsigheid erin. Die loopt met de ronding van het hoofd. Loopt de kleur mooi mee, of loopt de gelaagdheid mooi mee. En dan naar voren toe. Hier heb ik meer massa haar, omdat ik dat allemaal naar boven heb geprojecteerd. Dus dan wordt het hier aan de zijkant wordt het niet te dun. Kortom, een hele mooie consumentvriendelijke kniplijn en kleurtechniek die jullie weer kunnen gaan toepassen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer, want de tweede e-learning wordt ook weer op mijn YouTube-kanaal geplaatst.